allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en ik ga dadelijk even lekker koken. Ik ga dadelijk een macaroni maken, macaroni. Ik zal eens even laten zien. Lekker groente, een groentepakketje en lekker rundegakkie. En natuurlijk, wat ik altijd heerlijk vind over mijn macaroni is... geraspte kaas. Heerlijk. Nou, dan heb ik hier nog de basismix voor macaroni en spaghetti. En een lekker tomatensausje. En natuurlijk de macaroni zelf. Vluchtkokende macaroni. Lekker snel. Nou, we gaan het eens zien. Ja, dat zei mijn ex ook gisteravond. Oh, wat zeg ik nou allemaal weer? Nou, Ik ben echt benieuwd naar de openluchtmuseum meeting. Aanstaande zaterdag is het zover. Ja, als jullie dit kijken is het al geweest. Maar zaterdag dus de openluchtmuseum mini meeting in het openluchtmuseum in Arnhem. Ik ben benieuwd, ik ben eigenlijk reuze benieuwd of dat Michael komt. Maar we gaan het wel zien. Kevin komt in ieder geval, Joost en ik zijn er sowieso. En ik weet niet wie er nog meer komen. Dus we gaan het allemaal wel zien, jongens. We gaan het zien. Ik ben echt wel benieuwd. En er komt in ieder geval een leuke vlog van. Dat sowieso. Ik hoef nog één dagje te werken. Ik heb donderdag en vrijdag vrijgenomen. En waarom ik donderdag vrij ben, vertel ik vanavond even wat meer over. Want ik heb een beetje haast. En vrijdag heb ik gewoon een dag genomen om even lekker uit te rusten. Want zaterdag dan is het een drukke dag. Dan gaan we eerst naar de mini-meeting. En s'avonds is de wedstrijd Feyenoord Zwolle. PEC Zwolle is het. Dus dan gaan we daar naartoe. Dus een druk programma op de zaterdag. Nou, ik ga even verder hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 9:30. En ik ben net even naar Nesselanden geweest, moest even wat doen. En ik ben inmiddels weer thuis gekomen. En ja, ik had de camera meegenomen, maar ik was het kaartje, SD-kaartje vergeten mee te nemen. Dus ik kon niet filmen omdat ik geen SD-kaartje bij me had. Stom. Maar ik vraag me eigen af dat ik eigenlijk wel goed kon filmen, want het was best wel donker natuurlijk in de auto. Dus wat dat betreft even geen beelden van dat ik onderweg ben in de auto, geen carvlog. Dus vandaar, maar ik ben in ieder geval weer veilig thuis en ik moest alleen even snel wat ophalen en dan ben ik weer snel terug weer naar huis gereden. Nou, morgen nog één dagje en dan is het weer weekend voor mij. En ik ga nog even verder hier ook. Nederlands elftal is bezig met de laatste wedstrijd tegen Zweden. Dus ik ben reuze benieuwd. Stond het 1-0 door een doelpunt van Robben. Ik ga eens even kijken hoe de stand nu staat. Eens even kijken, wat staat het? Even kijken, hoeveel staat het? Jongens, ik ben best wel benieuwd. Oh hier, het staat op 3 tegenwoordig. Oké. 2-0 al. Zo, nou dan. Maar ja, jullie weten net, ze moeten 7 doelpunten te maken. En dat is een beetje, ja, dat zal wel heel moeilijk worden om het 7-0 van Zweden te winnen. Dat is wel heel erg, erg veel. Dus, het staat nu inmiddels, het staat momenteel dus 2-0. En dan zouden ze dus nog 5 doelpunten moeten hebben. Terwijl het bijna rust is. Ze zouden in de tweede helft 5 doelpunten moeten maken. Ja, dat is heel moeilijk. Dus ik denk niet dat ze het gaan redden. Maar ja, we gaan zien. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik spreek jullie dadelijk weer. Zo, en het is inmiddels 12:45. En Nederland heeft wel gewonnen. Maar ze hebben het inderdaad dus niet gered. Jammer genoeg. Nou ja, jammer genoeg. Ik heb het niet zo op het Nederlands elftal. Ik heb al een paar jaar al niet meer de oranje koorts.
Ik vind het gewoon, het zijn gewoon overbetaalde miljonairs die helemaal niks kunnen. En ja, ik vind ze gewoon bar slecht. Het is gewoon niet Nederlands elftal waardig, die spelers die er momenteel in staan. Maar goed, dat was het voetballen. Ik wou het hebben over donderdag. Daar zou ik nog wel even op terugkomen. En dat ga ik nu dus even doen. Donderdag heb ik vrij, want Stichting Paameijer geeft natuurlijk elk jaar in januari een nieuwjaarsreceptie. En also, dit jaar hebben ze het idee om ook de cliënten wat te laten doen. Wat je doet, moet je zelf weten. Maar gewoon iets leuks wat je bezighoudt. En dat kan je dan laten zien op die nieuwjaarsreceptie. En ik ga het dus hebben over mijn YouTube-kanaal. Mijn vlogs. De dingen die ik op mijn YouTube-kanaal doe. Spelletjes die ik speel op het, en op het kanaal zet. Natuurlijk Feyenoord. De wedstrijd verslagen. En alle dingen die dus met mijn kanaal te maken hebben. Een beetje gratis zelfpromotie. Schaamteloze zelfpromotie. En daar heb ik dus aanstaande donderdag een vergadering over. Een vergaderingetje over. En ja, die ga ik dus bijwonen. En dan ga ik dus een beetje vertellen wat ik eigenlijk van plan ben. Ik heb al een paar ideeën heb ik al in mijn hoofd. Hoe ik het precies wil aanpakken. Ik wil in ieder geval een soort beeldscherm neerzetten. Waar de mensen dus een beetje op kunnen kijken. Waar ik dus op dat beeldscherm een beetje laat zien wat er allemaal op mijn kanaal te vinden is. Dat lijkt me wel heel erg leuk. En verder neem ik mijn camera mee. Ik weet niet of dat ik mag filmen. Dat weet ik niet. Maar dat zien we vanzelf wel. En ik denk dan dat ik een beeldscherm of zo neerzet of een projectie. En dat ik dan daar dus laat zien wat ik allemaal doe op het kanaal en zo. Dat lijkt me wel leuk. En dan een verhaaltje erbij. Camera meenemen, mijn statief meenemen. Ik neem de selfie stick mee en dan kan ik dat een beetje zo laten zien. Lijkt me best wel leuk. Ik trek natuurlijk ook mijn t-shirt dan. En ik denk dat ik misschien wel ook wel kaartjes even laat maken. Dat ik kaartjes kan weggeven waar het webadres op staat. Dat is misschien wel makkelijk. Dus dat zijn een beetje de ideeën die ik eigenlijk voor ogen heb om dan daar te gaan doen. Lijkt mij gewoon ontzettend leuk. Ik vind het wel heel erg spannend. En dat heb ik nog wel heel gauw. Dat ik toch iets heb van, ja, zal ik dat wel doen? Want ik vind het wel heel erg spannend. En dan word ik weer zenuwachtig en dit en dat. Ik ben best wel een zenuwachtig type. Maar het lijkt me toch hartstikke leuk om dat te doen. En daarom heb ik dus donderdag vrijgenomen. Nou, vrijdag dan kan ik lekker uitrusten. En dan zaterdag ben ik helemaal fit voor de twee activiteiten die er zaterdag op programma staan. Dus dat was het. Dat was het een beetje. Daarom ben ik dus donderdag en vrijdag lekker vrij. Nou, ik heb ook. Wow, ik val bijna om. Ik heb ook gekookt. En macaroni was heerlijk. Net nog even weg geweest. Jullie hebben het net gehoord. En nu ga ik. Ik ga nou naar bed toe. Want morgen nog één dagje werken. En dan is het weekend voor mij. Ik wil wel eigenlijk naar bed toe. Ik ben best wel moe. Dus het was weer een lange werkdag vandaag. En ik ga lekker mijn mandje in. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Jullie weten het. Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.